Dames en heren, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Blokbuscapes en Zwarte Generaals Command Block Tutorials. Onderhand is het nu is de zesde en vandaag gaan we selector arguments behandelen. Voordat we dat gaan doen, ga ik eerst nog even een command uitleggen, namelijk set help test for. Dat is niks anders dan vinden een entity, vinden of die er is. De set test for player, dus kan ik doen set test for cybergeneraal. Nu zoek ik of er een cybergeneraal is. En natuurlijk is hij, heeft hem gevonden. Zo kan ik ook intypen en proces die Robben, dat is de andere die ook video's maakt voor dit kanaal, de eigenaar. Als hij dit doet, dan staat er is niet gevonden. Dus met set test voor kan je zien of er een bepaald empty is. Het werkt ook met selectors, zoals zoals de apenstaartje B, dat ik dit erbij, dat ben ik. En als je A zou doen, dan zou die iedereen zien, maar ik ben nu alleen in de singleplayer wereld, dus hij ziet alleen maar. Maar vandaag gaan we het hebben over selector arguments. Want zoals je al misschien mij een keer eerder zag, kon je ook dit gebruiken, apenstaartje E, want dan zijn alle entities. Laat ik even zien met arguments, en dat is een heel simpel voorbeeld namelijk, want die doet niks. Dat is handig. Nu zoekt hij alles dat een entity is, dus cybergeneraal en armorcent. Maar als ik A doe, dan ziet hij alleen, even voor duidelijkheid zo, dan ziet hij alleen mij. Omdat apenstaartje A betekent alle spelers en apenstaartje E betekent alle entities, zit er een verschil tussen. Maar ik wil ook een verschil kunnen zien tussen een armorcent en een, even zoeken, ik moet, een spin. Even kijken, ik zoek het eigenlijk altijd terwijl ik ook zo kan doen, maar deze wilde ik. Zo, een spin. Oh, 6 difficulty, 0 zie ik. Juist 1. Ja. Nu is het armorcent en een spider, dus nu ga ik test voor E. Dan ziet hij cybergeneraal, spider en armorcent. Maar ik wil dan nu alleen een spider zoeken of die er zijn. Dat doe je met een selector argument. Want een argument is om iets duidelijker aan te geven, iets specifieker. Want empty is heel algemeen, maar ik wil echt alleen maar spiders. Om dat te doen moet je eerst achter de selector moet je van deze soort haakjes plaatsen. En daartussen moet je alle arguments die je bedoelt. De eerste die ik ga leren is type. Dan moet je eerst en dan de naam van de entity. Die zijn zoals spider is spider. Nu heb ik alleen de spider gevonden in plaats van ook die armor sent. Ga ik hem even moorden, want ik heb hem niet meer nodig. Ja, wat een dierenwil ben ik toch, hè. Zo, ja, dood. Oké, monster hunter. Weer een advancement. Zo, we gaan lekker met die advancements. De vorige keer had ik iron gekregen en diamonds en nu krijg je ineens kill monster. Dat gaat lekker. Maar zo kan je ook een armor sent. En elke keer als je een spatie, die kan geen spaties doen, want dat herkent hij niet. Dus in plaats van spatie doen, underscore. Nu detecteert hij alle armorcents. Maar je zou dit ook kunnen doen, player. Dan detecteert hij alle spelers. Maar dan zou je net zo goed, in plaats van dat, is dit gewoon precies hetzelfde. Dat is dus het eerste argument die u er behandelt. De volgende die ik ga behandelen is de R. Dat is een radius. Dat betekent in de buurt van mij wil ik iedereen alle empties weten. Dus bijvoorbeeld is 5. Dus spinnen 5 blokjes. Nu heb ik armorcent cybergeneraal gevonden. Laten we nu even afbakenen. Zo. Dan even deze armorcent stopen en dan zo. Oké, gaan we afbaken. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, als het goed is zie ik hem nu niet. Oh ja. Dit zijn 5 blokken, dus ik zie hem nog wel. Maar zodra ik 1 blokje naar achteren ga, dan zie ik hem niet meer. Even voor duidelijkheid. Zo, oh, wacht. Zo, ja. Nu zie ik alleen mezelf. Omdat hij niet binnen 5 blokjes is. 1, 2, 3, 4, 5. Hij is in 6 blokjes. Maar zelf hoor. Ik zou 1, 2, 3, 4, 5. Even zo.
E, nu staat hij 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dus dan zou je zeggen, het is niet zo, want hij is niet in een radius van een cirkel. Is hij niet meer, want de cirkel die zou zo gaan. Maar, zoals jullie al... Kijk, hier ook niet. Nee, het werkt in een cirkel, want er is een andere die wel in een vierkant werkt, maar dit werkt in een cirkel. Want kijk zelf, ik zou hem hier plaatsen. Dat is nog steeds niet dichtbij genoeg. Dat zit dichtbij genoeg. Ja, kijk, dit is in een cirkel dichtbij genoeg. Dus je ziet het dat het niet gaat om een vierkant, maar het gaat om een cirkel in dit geval. Is het echt vijf blokjes? Ja. Als hij het zegt, dan is het zo. Dat is dus de volgende. En daarmee kan je coole dingen doen. Dat doe ik de volgende tutorial. Laat ik zien wat je allemaal mee kan doen. Maar nu gaan we het hebben over een vierkant. Nu moet je even opletten. Want nu wordt dat ingewikkelder. Daarvoor heb je bij een kubus heb je drie soorten zijdes. Kijk, ik maak even hem helemaal af. Zo. Heb je drie soorten zijdes. Zoals dit. Je hebt drie soorten zijdes. Je hebt de horizontale, de hoogte en de verticale. Ik ga hoe je kijkt. Zo is dit horizontaal en dit verticaal. Maar in ieder geval, dit is de hoogte. En je hebt deze en deze. Zoals we hier al bij de coördinaten hebben gezien, zijn het allemaal verschillende soorten assen, kunnen ze noemen. Dit is richting x, dus dit is een soort x-as. Dit is een soort z-as, want dit gaat richting z. Hoe verder ik die kant op ga, hoe hoger de z wordt. Hier zo. Het wordt hoog, want het is al negatief. Dus. En dit is de hoogte, dat is de y-as. Dat is even wat je belangrijk moet weten. En om een vierkant, een kubus te selecteren, zo wil ik even dit gaan selecteren met een hoogte van 1. Dus gewoon 1 blokje hoog. Dus daarvoor hebben we dus de x-assen nodig, de assen. Y is sowieso 1, want joh, nee wacht. Dit is hetzelfde blok, daar moet je nu even op letten. Hetzelfde blok, dus dit telt als 0. Dit is al, als je 1 doet, dan detecteer je dat. Kijk maar. Als je zo doet. Oh wacht, eerst doen we even, ja, dan zou ik erheen moeten staan. Dus we doen eerst even de andere kanten. Dit is dan 0. Maar het is handig om te beginnen met tx. Dat is 2. Want die gaat 1... 1, 2. Dat is net als op een bordspel ga je ook vakjes vooruit. Zo moet je gaan tellen. Dus 1, 2. Het zijn niet 3 vakjes, maar 2 vakjes ver. En dan komt de y, want dat is normaal volgende x, y, z. En dan de z. Het hoeft niet per se, maar ik vind het wel handig om zo gestructureerd te werken. 2, want dit is ook precies 2. 1, 2. De blok waar je bent, die telt niet meer. Dan gaan we zo. Nu detecteren we iedereen die in die radius zit. Dus als het goed is, zouden we die ook detecteren. En dat gebeurt ook. Nu laat ik zien dat je per se 2 moet en niet 1. Want dit is de z-richting. Als ik hier 1 van zou maken, zie ik die niet meer. Want hij ziet alleen dan in dit gebied. Oké, nu gaan we die hoogte doen. Laat ik zien waarom dit ook... Had je eigenlijk, als je goed hebt opgelet, weet je dan, want het werkt precies dat als x en z. Nu detecteert hij hem niet. Maar zodra... 1 dan wel, want het gaat om... Oh, wacht. Huh? Oh. Huh? Oh, de z is niet veranderd. Ja, ik dacht al. De z was niet veranderd. sorry daarvoor, maar... Dus je hebt hier blok 0, als het ware. En dan de DIE. Zo kan ik hem nog hoger zetten. En nu detecteert hij niet meer bij DIE. Maar dan moet ik DIE2 typen. Oké, maar dat is niet belangrijk. We kunnen nu hier een armstand plaatsen. Laten we ook een... Ik wil eigenlijk een entity gaan plaatsen die stil staat. Even kijken. Laten we hopen dat de villager niet te veel gaat lopen. Kijk. Nu detecteren we dus iedereen. Oh, wacht. Hij is al weggelopen. Ja, ze zijn ongehoorzaam. Dus ik denk niet dat het gaat helpen. Ik doe even snel mijn spin. Zo. Dan doe ik zo. Nu... detecteer ik dus 3 entities. Mijzelf natuurlijk, want ik zit ook in het vakje. Spider en Armorsand.
Maar zodra ik die spider uitduw, hup, weg, weg, weg. Nu is hij er wel, maar hij zit niet in het hokje. Zij ziet alleen mij en Armacent. Maar natuurlijk kan je al die augment gaan combineren. Zo kan ik dus zeggen, ik hoor dat iedereen die in het vakje zit, maar ook type is armor stamped. Dus deze Armacent hoort er ook bij. Maar alleen, hij detecteert mij niet meer, want ik ben geen Armacent. Dus je moet aan alle aan alle argumenten voldoen om te worden gevonden. Zo gaan we nog een drietal argumenten die bij elkaar horen behandelen. Namelijk is X, Y, Z. Want nu was het heel irritant dat ik elke keer hier moest staan. Maar dat zou niet hoeven. Kijk maar. Ik geef me... ga ik niet doen. Ik ga dan de coördinaten van dit blok wil ik weten. Want dan doe ik net zoals ik daar sta. En dan typ je gewoon voor. X is min... Hier staan de coördinaten van het blok waar je naar kijkt. Dus die ben ik gewoon aan het overtypen. En dan... Y is... Je moet zonder een D voorzetten. Want D betekent... Een verschil tussen twee dingen. Dus het verschil tussen deze blok en deze blok is 2. Dus daarom dat je TZ2 moet invullen. Maar dat hoef je niet zo te weten. Het gaat er gewoon om dat je weet dat daarmee een kubus kan aanduiden. En deze coördinaten, door deze drie argumenten, X, Y, Z, hoef ik hier niet te staan. En toch deed ik precies hetzelfde wat ik toen ik hier stond. Maakt niet uit waar ik hier sta. Hij zal hem altijd blijven detecteren. En ook al haal ik hem weg en plaats ik hem hier, maakt niet uit waar ik sta, hij zal hem niet detecteren. Kijk, niks gevonden. Dus zo, nu weten we dus wat type is. Dan moet je een type achter zetten. En voor armcent moet je armor underscore stand. En je hebt ook radius, dat is in een cirkel. Ook in de hoogte is dat, ben ik vergeten te vertellen. Dus bijvoorbeeld als ik zo, dit is een bol en geen cirkel. Even kijken, 6 tests voor alle entities in radius van 5. Dan detecteert hij me ook. Maar als ik hem hier zou zetten, dan detecteert hij hem niet meer. Dan detecteert hij alleen mij. En zo hebben we ook de DX, DI en DZ behandeld. Dat is om te zeggen dat het verschil tussen de X verschil tussen dit en dit, deze twee, en deze Z verschil zit. En het Z verschil tussen deze, X verschil tussen deze twee, en het Y verschil tussen deze twee. En dan heb je een kubus gemarkeerd waar die dan in gaat zoeken. En om te zorgen dat je niet constant hier hoeft te staan, maar ook ergens anders en dan nog steeds datzelfde kubus detecteert, moet je X, Y en Z gaan gebruiken. En zo kan je dingen gaan doen en volgende keer zullen we daar dieper op ingaan wat je precies mee kan doen. Maar ik hoop dat je ervan hebt geleerd en begrijpt, want als je niet begrijpt, zet in de comments, dan weet ik dat ik misschien wat duidelijker moet zijn op wat ik beter kan doen. En of als je problemen hebt, kan je ook vragen. Zal ik proberen te antwoorden. Maar dan tot de volgende keer. Dan maar weer. Doei.